Het is belangrijk dat contractorveiligheid mee wordt genomen door bedrijven in de industrie, omdat meer en meer beroep wordt gedaan op contractoren, zeker ook op anderstalige contractoren. En daar komt dan toch wel wat bij kijken om de veiligheid van die mensen te waarborgen. Het is belangrijk bij aankoop van een contractor om u niet alleen te focussen op het aankoopproces. Je moet het bekijken als een geheel proces van selectie, van aankoop, van opvolging, van evaluatie en van het opstellen van eventueel een verbeterplan. En dat staat ook in de white paper, dus daar wordt verwezen naar de Deming-cirkel, waarbij heel dat proces zichtbaar wordt aangetoond met praktische voorbeelden. Enkele tips voor het samenwerken met contractoren is eerst en vooral zorgen voor een goede voorbereiding. Zorgen dat je op tijd met je contractor gaat samenzitten om alle maatregelen en risico's te bespreken en te detecteren. Daar oplossingen voor zoekt. Zorgen voor een goed onthaal, zowel op het niveau van de firma als op het niveau van de medewerkers. Want anderstalige contractoren vragen ook om een veiligheidsintroductie in hun eigen moedertaal. Je moet er ook voor zorgen dat jouw organisatie klaar is om die contractor te ontvangen. En je moet er ook de nodige zaken regelen om de veiligheidsprestaties van die contractor op te volgen.